Ja, ik ben Martijn Molenaar. Ik ben al 13 jaar in het trotse eigenaar van deze Fiat Sargento Sporting. Ik heb nieuw gekocht bij de dealer destijds. En ik, in eerste instantie werkte ik in Hilversum en toen ging ik qua kilometers vrij hard. En bijna 310.000 kilometer met deze auto gereden. En het trouwe beestje houdt het aardig vol. Deze auto komt net van de HPK vandaan. Ik heb hem net omgehaald eigenlijk. En hij is HPK goedgekeurd en de koppakking is vervangen. Dus deze test verwacht ik dat hij spik en span is. En dat er geen op- of aanmerkingen zijn en dat ik er nog jaren mee vooruit kan. Het zijn niet altijd grote bakken of auto's met dieselmotoren die we hier krijgen. Dat bewijst deze kleine Fiat, de Sargento. Hij is dik 13 jaar oud en al 3 ton op de teller. Ja, als je gewoon maar trouw elk jaar je 25.000 kilometer maakt, dan tikt dat wel aan natuurlijk. Maar toch, ik vind het wel een bijzondere prestatie voor zo'n kleine auto. En de keurmeester die gaat nu kijken of dat kleintje dat ook zo dapper doorstaan heeft. Die nieuwe uitlaat, die bungelt er niet helemaal mooi onder, zeg maar. Toch iemand die het minder serieus neemt dan de eigenaar, denk ik, die er aan gesleuteld heeft. Ja, dit is op zich wel een dingetje. Het motorrubber aan deze kant kan je vanaf daar, vanaf hier zien. Hij heeft olie gelekt of iets dergelijks. Dus het rubber is helemaal uitgezakt. Ja, ouderdom en lekkage, dan krijg je dat. Ja, hoewel de uitlaat vervangen is, hadden ze hier ook wel even het steuntje mogen vernieuwen. Want die is volledig afgebroken en doorgescheurd. Die band is zo'n vierkante. Ja, de Kuppen 2.0, zeg maar. Overal opgedroogde koelvloeistof. Hey Joep, ja, ik keek net onder die auto. Splinternieuwe uitlaat eronder. Dus zo te zien is die auto wel goed te onderhouden, of niet? Meneer onderhoudt hem zeker goed. Maar de staat van onderhoud kan echt beter. Want? Nou, zoals die nieuwe uitlaat, die zit niet deugdelijk gemonteerd. Er zit een afgebroken steun bij, terwijl dat deel wel vervangen is. En het is een beetje zonde dat dat niet meteen hersteld is. Het was een kleine moeite, zou je zeggen. Ja. Dus die is niet helemaal netjes eronder gezet eigenlijk? Nou, nee. En zo nog wel een paar kleine dingen. Ja. Onder andere, een van de remleidingen is ernstig verroest. Dat mag niet voor de APK. Nee. Dat is ook gewoon gevaarlijk. Maar hij is wel goedgekeurd. Ja, dat is wel heel opmerkelijk, ja. Dat zou je niet verwachten als je hem bij de merkdealer laat onderhouden. Zo is het. Kan echt beter dus. Ja. Goed, iedereen kan wel eens een foutje maken natuurlijk. Maar het zijn hier wel een hoop kleine dingen bij elkaar eigenlijk, hè, die niet zo netjes zijn. Nou ja, nogal. Om het lijstje te noemen, de koppakking is vervangen. Maar er is dermate slordig gewerkt dat niet te zien is of die nu nog steeds lekt of, nou, of er überhaupt iets gedaan is. Even kijken, de wiellagers zijn vervangen. Omdat die lawaai zouden maken, terwijl de achterbanden enorm gekupt zijn. Even kijken, wat hebben we nog meer? Het wiellager rechtsachter heeft nog steeds overmatige speling. Ja, en zo nog een aantal zaken. Ja. Dus hij moet nog even terug met deze auto? Jazeker. Nou ja, had eigenlijk verwacht, weet je, dat er geen rare dingen aan het licht zouden komen. En als je dan hoort dat de remleiding vrijwel verroest is en dat die aan de voorkant gewoon smerig is, weet je, zeg maar, van de vorige lekkage, dat valt me toch wel tegen. En dat is voor mij wel een reden om ook nog eventjes terug te gaan naar de dealer. En wat dat betreft ben ik super blij dat deze test gedaan heeft en dat er dan zulke dingen aan het licht komen. En voor mij een waardevolle test geweest. We'll be right back.